Dit is het 1 Twente nieuws van vrijdag 25 oktober. Protest tegen de moskee in Enschede is afgeblazen. En we nemen een kijkje bij het best bewaarde kunstgeheim van het oosten des lands. Mijn idee was om een aap te maken. Een speelse aap. Een hele oude aap. Die straks een spiegel in zijn handen krijgt. Goeiedag. De rechtse protestbeweging Rechts in Verzet heeft de demonstratie afgezegd die voor vanmiddag gepland stond in Enschede. 2 dagen achter elkaar zou Rechts in Verzet in Enschede demonstreren tegen de komst van een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk. Het protest van morgen gaat wel door. Bij een ongeluk op de N738 tussen Deurningen en Weerselo is gistermiddag een 90-jarige fietser uit Hengelo om het leven gekomen. Bij het ongeluk zijn de fietser en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De weg is als gevolg uren volledig afgesloten geweest. En goed nieuws voor de palliatieve zorg in Twente. Naar verwachting ruim 20 verpleegkundigen beginnen in februari aan een specialisatie palliatieve zorg aan Hogeschool Saxion in Enschede. Die eenjarige opleiding wordt mogelijk gemaakt door de inzet van hardlopers uit Almelo. Zij hadden de stichting RopaRun over om ruim €52.000 beschikbaar te stellen. Slecht nieuws voor de liefhebbers van gezonde haverpannenkoeken. Oloa gaat stoppen. De lunchroom, gelegen aan de Zuiderhagen in Enschede, doet binnenkort de deuren dicht. Volgens eigenaresse Anne Baken blijkt het eettentje op termijn niet rendabel genoeg te zijn. Ja, en van de circa 2000 frietkramen die er 20 jaar geleden nog waren, is inmiddels meer dan de helft verdwenen. Frietdeskundige Ubel Zuiderveld bracht de teleurgang in beeld en schreef er een boek over. Het gaat over meer dan alleen patat. Volgens Zuiderveld horen de kraampjes bij ons erfgoed en is het deze branche die de gewone Nederlander vertrouwd heeft gemaakt met het eten buiten de deur. Ja, elk jaar in de herfstvakantie transformeert Diepenheim in kunstmanifestatie Kunstmoment Diepenheim. 10 dagen lang is overal van alles te bekijken. Het best bewaarde kunstgeheim van het oosten des lands, zo noemt de organisatie het zelfs. Reden genoeg voor ons om eens een kijkje te nemen. We zijn hier in Diepenheim, bij Kunstmoment Diepenheim. Het is het derde lustrum, dus het bestaat al 15 jaar. En we staan in het centrum van Diepenheim bij Herberg de Pol. En in het stadje en in de omgeving is heel veel mooie kunst te zien. Ik ben uitgenodigd om hier ter plekke een kunstwerk te maken voor het 15e jubileum van Kunstmoment Diepenheim. 5 jaar geleden heb ik ook een leembeeld gemaakt. En deze keer heb ik het thema weerspiegeling. Spiegeling ook waargenomen. Dat vond ik een uitdaging. En mijn idee was om een aap te maken. Een speelse aap. Een hele oude aap. Die straks een spiegel in zijn handen krijgt. En dan kun je, als alles schoongemaakt is vanavond, kun je als publiek de laatste 3 dagen een selfie maken. Nummer 36, een beeld van Bert Nijenhuis. Fantastisch werk, staat hier ook mooi op die mooie lange laan. En, ja, daar wil ik graag over zeggen. Het is klassieke schoonheid in een modern jasje. Ja, we hebben altijd als doel toch wel goede professionele kunstenaars te hebben. Dus niet zeg maar het borduurwerkje van oma of van tante, maar echt wel kunstenaars die professioneel met kunst bezig zijn. Die mogen dan hier exposeren. Nou ja, en dat in combinatie met mooie locaties. En dan, ja, wat, ik vind altijd een mooie plus dat we toch die landgoederen hebben rondom Diepenheim. En dan juist in dit jaargetijde, wat soms dus een beetje moeilijk is met het weer, zoals afgelopen weekend. Maar zoals vandaag, met de herfstkleur en het zonnetje. En dan de landgoederen in combinatie met goede kwalitatieve kunst. Dan proberen we ons wel te onderscheiden van andere kunstroutes en evenementen. Het is zeer de moeite waard om hier rond te kijken. Niet alleen vanwege de omgeving, het landschappelijk schoon. Maar ook van de prachtige kunstwerken die zowel buiten als binnen te vinden zijn. Het weer dan nog. Vanavond en morgen blijft het droog. 'S Nachts koelt het af tot zo'n 14 graden en morgen overdag stijgt de temperatuur tot maar liefst 19 graden. Zondag wat koeler, zo'n 15 graden met af en toe een druppeltje regen.
Na het weekend wordt het aanzienlijk kouder met de eerste nachtvorsten. Overdag laat de zon zich wel wat meer zien volgende week. Dus dat is wel weer fijn. Maar het wordt wel koud. Tot zover het nieuws. Zometeen hier op 1 Twente. Het veld op. Fijne avond en heel graag. Tot morgen.